Ik ben net klaar met werken. Ja. En ik ga snel naar huis. Beetje winderig, denk ik. Sorry, boys. Even scheren, omkleden. En dan gaan we naar een escape room. Doei! Dit is trouwens wel chill. Ik heb zo'n elektrische fiets die mijn vriendin van mij gekocht. Want ik ben altijd moe na het werk. Ik loop best wel veel. En nu hoef ik bijna niks te doen. Maar nu stop ik met filmen, want anders heb ik 90 euro om mijn nek hangen. Of 95, weet ik veel, maar je stopt de deal. Boetes. Dit is Will van de Pact of Escape. Dit is onze scheiterd. Zo mij gewoon gaat. Daar gaan we. Richting, waar is het weer? Amersfoort. 81 kilometer, alles te proberen, jongens. Dan is het niet zo. Kom op, man, chef, man. Dit is dit. Cobra Jan, you know him like damn. Het is oktober, onze eerste ding, hè? Ja, man. Hij stelt nou de navigatie in en dan gaan we onderweg met wat blije muziek. Gepresenteerd door de enige echte Jan. En we gaan onderweg naar ons eindbestemming. Dit is dus ons eerste evenement dat we gaan doen van oktober, want Halloween is begonnen, we houden van die shit. En we gaan ook naar het Toverland en dat wordt ook tof. Dat ga ik ook vloggen natuurlijk uiteraard, dus hou die shit in de gaten, man. Jan, wat was het engste wat je ooit hebt meegemaakt? De kliniek in Walibi. Ja? Ja. Heel heftig? Ja, heel heftig. Als kind zijn en wisten we dat we op vakantie met een caravan al over de kop sloeg een zwaar ongeluk. Ja, echt. Dat we mijn oma en mijn oma ze bij allebei zijn benen verbrijzeld, mijn zus zijn benen verbrand. Mijn moeder had een flinke jaap in de rug. Hadden we helemaal niks meer. Dat was best schrik, hè? Het wordt al goed donker, jongens. Dit ziet er al creepy uit hier, of niet, Henk? Ik krijg er gelijk hoofdpijn, man. Ja. Daar moet er zijn, hier moet er zijn. Onze lieve vrouw dingen. Hier. Oh, klopt. Henkie! Ja, we kunnen alleen parkeren. Maar daar moeten we ook parkeren. Dat stond er ook, P4 of zo. Ja, weet je zeker? Ja, P4. Maak geen grap. Even serieus. Hoor eens hoe stil het hier is en zo, man. Hoor het gewoon. We staan nog bij een klooster. Rock City, kijk hoe het eruit ziet. Maar dit is echt. De sfeer hier is nu al gezet geworden. We zijn nog niet een stap binnen. Maar Bloody Mary, baby. Het is creepy, jongen. Kijk dit gewoon. Ojo. Rock City, wat vind je van de sfeer tot nu toe? We zijn nog niet een stap binnen, hè? Heel creepy. Het is fucking creepy hier, hoor. Of niet, Henk? Eerlijk, gewoon. Ik meen het echt, hè? De sfeer hier is ongeveer. We zijn nu met heel de squad, andere deel is ook aangekomen. En nu gaan we naar binnen en we gaan kijken. En nu zijn we er, jongens. Kijk, jongens. Bloody Mary. Oh, ja. Hij is wat. Ja, wel een mooie locatie, jong. Ik heb die bloed daar. Bloed aan de muur. Dat kan je aandoen, hè. Twee maat. Ja, kippie, man. Of niet, eerlijk? Ja, kippie, ja. Hoe heet het nou? Welke dit? Jij had de naam, of niet? Oh, Pact of Escape. Pact of Escape is hier, mensen. Kijk, zelfbediening hier zo. Hier is al bezig met drinken te fixen. Wat vind jij van de... Of jij eerste impressie? Van de buitenkant is al... Maar ja, hoor. Hey, dat is echt eng. Oh, ja, ga kijken. Loop daar eens heen naar de uiteinde van de gang. Wij zijn even nog aan het wachten hier zo met z'n allen. En dat is net een heel apart event geweest. Hoe deed hij jullie? Komt hij al? Ben je al een wc geweest? Ja. Ja, verstandig. Deur door, gang naar links. Ja, nee. Je bent al een santé. Ja, dat klopt. Welkom, santé. Ja.
Bob bij jullie hebben? Kom. Hebben we hem gehaald, boys? Hebben we hem gehaald? Zeker. 100% ja. Hebben we hem gehaald. En we hebben er nog hoeveel? 6 minuten nog eens over. Spannende puzzels. Uitdagende puzzels, dat is eigenlijk weer een woordje ervoor. Alles een thema. De eindpuzzel is ook echt vet. Een mooi. Geslaagde escape. Ja, zeker geslaagde escape. En een mooie locatie. En je hebt het gezien, mooie decoratie. Alles is op een top hier, man. Alles is op een top. Dus ook... Alsjeblieft. Hoe vond je de room? Hoe vond jij de kamer? Dikke shit. En jij? En Gij? Top. En hij, hartstikke bedankt voor de leuke avond. Yes. Graag gedaan.